Goedendag dames en heren en welkom bij een nieuwe vette krachttruc. Deze truc is nog genialer. Ik heb hem zelf verzonnen toevallig net en ik wil hem heel graag met jullie delen. Dit is een van de trucs die echt een hele grote impact gaat maken op het gebied van krachttrucs. Ik weet dat hij heel simpel misschien gaat lijken, maar hij is zo ontzettend vet. En de reacties zijn zo ontzettend leuk. En in ieder geval, de truc heet dus onzichtbaar knippen met kaarten. Of ik weet niet, iets met knippen. Ik weet de naam nog niet voor de truc. Maar ik heb hem zelf verzonnen en ik wil hem graag aan jullie laten zien. En ik zou zeggen, laten we gauw beginnen met de truc. Nou, de truc begint eigenlijk heel simpel. Ik heb hier dus een spel kaarten, allemaal verschillend. En wat ik ga doen is, ik ga aan jullie vragen of jullie stop kunnen zeggen. En misschien zeggen jullie dus hier stop en dan pakken we die kaart. En in dit geval is dus de kaart de harte 10. Nou, die harte 10 die pakken, die doen we hier ergens in het midden en die is dus nu weg. Wat er gaat gebeuren is, ik heb hier iets vets bij. Dit is een schaar, een doodnormale schaar. En wat ik ga doen is, ik ga een kaart knippen. Dat doe ik gewoon heel simpel, niet zo, maar gewoon naar boven. Kijk, ik ben gewoon nou dus aan het knippen. Ik knip hier een stukje uit, dat stukje doe ik weg en is dus nu weg. In ieder geval, ik heb de kaart nu geknipt. We gaan eens kijken of ik jouw gekozen kaart heb geknipt. En we gaan even alle kaarten langs. En ik hoop dat er ergens een kaart zit die misschien een beetje iets mankeert. En inderdaad, wow, er zit één kaart tussen die dus geknipt is, zoals jullie dus kunnen zien. Er is een stukje weg. En wat is jouw gekozen kaart? Namelijk de harte 10. En in dit geval is de kaart dus de harte 10. En wow, het is wel heel vet. Wow. Nou, in ieder geval, dit is de truc. Hoe doe ik het? Dat ga ik jullie nu uitleggen. Nou, wat je nodig hebt voor deze truc is een spelkaarten, een schaar en gewoon twee dezelfde kaarten. Het is heel simpel, maar het is zo'n geweldige impact op mensen. Kijk, wat je dus hebt gedaan is, ik heb hier een kaart heb geknipt. Ik heb hem in dit geval zo geknipt. Hoe je deze truc nog vetter kan maken is als je dat middelste stukje hebt en je stopt die in de portemonnee van die persoon. Of je stopt hem in de tas van die persoon, of in de jas, of op een plek waar hun bezittingen zijn. En je kan hem dus stoppen in hun schoen, waar dan ook. Dat middelste stukje, stop het ergens in. En dat, ik ga jullie direct uitleggen waarom. Ik heb het stukje nou in mijn zak zitten, maar stel voor een stukje zit in hun zak, dan is het nog vetter. Dus in ieder geval, je hebt twee kaarten. Je doet de goede kaart, leg je bovenop. Dus de geknipte kaart stop je een beetje bovenin, ergens daar, zodat die weg is. Dus de setup is de harte 10 bovenop en iets daaronder zit dus die kaart die geknipt is. Wat je dan gaat doen is, je gaat zeggen van oké, zeg maar stop. En terwijl zij stop zeggen hier, pak ik de bovenste kaart en die haal ik eraf en die geef ik aan de persoon. En de snelheid ziet het er dus zo uit. Zeg maar stop, stop, bam. En hun hebben de gekozen kaart. En hun denken dat die keuze dus vrij is, maar in principe heb ik die kaart hun laten kiezen. Dus wat ik doe is, ik leg die kaart bovenop, ik zeg stop, zij pakken die kaart, zij zien die kaart stop ik in het midden, die is weg, dan doe ik één keer zo, dan pak ik de schaar en dan, ik geef ze de illusie dat ik het ga knippen en zo, en hun denken van, wow, wat is hij aan het doen, ik stop de kaart weer terug. Het enige wat jij moet doen is door de kaart heen gaan en ergens zal die kaart in het midden zijn die dus kapot is en ik zal eens kijken, hij zit inderdaad hier, zij zullen denken van, wat, hoe kan dat nou? De kaarten leg je weg, je laat de gekozen kaart zien en dan zeg je van, maar ik wist, ja, hoe kan dat nou? Het middelste stukje mist. Kijk eens even in je zak, hun kijken in hun zak of je kijkt in je eigen zak en denkt van, wow, hier is dat stukje en die past precies in het midden. En dat is heel ziek. Vooral als je hem in hun zak stopt of je stopt hem ergens, dan zullen ze denken van, hoe kan dit? En ik geloof me, dit is echt een van de vetste trucs die jij gaat meemaken. Hoe simpel die is, maar hoe effectief die wel niet is. Vooral als je hem op straat doet, zorg dat je die kaart, dat je dat stukje in een blikje cola stopt. Waar dan ook, maak het zoals jij het wilt. Maar het is een hele vette truc. En bij de 100 likes ga ik weer een vette kaarttruc maken. Dus geef die like, abonneer, reageer en ik zie jullie gewoon weer de volgende keer weer. Mijn naam is Joel en ik zeg ciao!